Een robot als BFF, of sterker nog, als lover. Genoeg films waarin het al realiteit is. Maar hoe ver zijn we eigenlijk? Dat gaan we onderzoeken en dit is het lab. Nou, gezellig dat jullie er allemaal zijn. Jij dacht, ik neem gewoon al mijn robotvrienden mee. Ja, ik heb een aantal robots meegenomen en ook mijn verzameling Furbies. Ja, hoe kom je eraan? Ik ben op Universiteit Twente onderzoek aan het doen naar sociale robotica. Dus hoe robots en mensen met elkaar kunnen omgaan en kunnen samenwerken. En om dat onderzoek te beginnen ben ik eigenlijk maar begonnen bij de eerste versie van een sociale robot die ik mij herinner. En dat is de Furby van inmiddels alweer 20 jaar geleden. Kunnen ze aan? Ja, je mag op de rode knop drukken, dan worden ze wakker. Deze Furbies die zitten nu samen in een soort Furby bejaardentehuis. Wat maakt deze robots nou zo sociaal? Nou, ten eerste zijn ze veilig gemaakt, zodat ze met mensen kunnen omgaan. Dus als het goed is, kunnen de Furbies jou niet pijn doen. Aan de andere kant zijn de Furbies ook zo ontworpen dat ze dingen kunnen overbrengen. Verbaal of non-verbaal. Dus Furbies kunnen praten. En heel belangrijk, ze hebben een gezichtje met een gezichtsuitdrukking. Nou, en dat zie je eigenlijk in alle robots die zijn ontworpen voor sociale dingen. Zoals ook deze AIBO-robot. Zie je dat ze hebben een gezichtsuitdrukking. Ze kunnen omgaan. Ze zijn intrinsiek veilig. En dat is eigenlijk nodig om robots sociaal te maken. En waarom is het nou zo belangrijk dat ze zo sociaal zijn? Nou, vroeger stonden robots vooral in fabrieken waar ze de hele dag auto's in elkaar lassen. En daar komen eigenlijk geen mensen aan te pas. Dus dat is geen probleem. Alleen op dit moment zijn we robots steeds vaker in de zorg of in huishouden aan het gebruiken. Ja, en dan moeten robots kunnen omgaan met mensen. En daar is eigenlijk niet zo heel veel voor nodig om bijvoorbeeld een bepaalde emotie weer te geven. Hier hebben we een voorbeeldje, een robot iPie. Die bestaat eigenlijk uit een display. En met de display kun je heel simpel door wat vormpjes en wat figuren erop te projecteren, kun je best goed te interpreteren gezichtsuitdrukkingen maken. Ja. En daar zijn we mensen eigenlijk een stuk beter in het interpreteren van simpele gezichtsuitdrukkingen, zoals hier getekend, dan bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen van een volledige humanoid robot die tot in alle details klopt. We kijken heel erg jaloers ook naar Disney en Pixar in hoe zij in levenloze dingen, zoals een bureaulamp of zoals zo'n Wall-E, zo'n doosje, toch heel geloofwaardig die emoties kunnen stoppen. Nou vind ik dit allemaal echt te gek, maar hebben we hier verder ook nog wat aan? Nou ja, dit zijn natuurlijk allemaal robotjes en Furbies die we gebruiken voor onderzoek. Maar wat we van deze robots leren, hoe bijvoorbeeld een robotgezicht met jouw interactie kan aangaan, of hoe we een stuk levenloze robot interactief maken, is natuurlijk super relevant in de zorg, voor beveiliging. Robots die je hebt in een ziekenhuis of een bejaardentehuis of op een luchthaven. Maar als ik de films moet geloven, dan zijn er mensen die zelfs verliefd worden op robots die er ook best wel menselijk uitzien. Hoe ver zijn we daar vandaan? Nou, we zijn denk ik heel goed in het maken van robots die emoties naar buiten toe kunnen laten zien. Daar is niet zoveel voor nodig. Maar ja, robots die voelen natuurlijk niet echt zelf. Robots die hebben geen klieren, robots hebben geen hormonen. Er is alleen maar data. Dus dat maakt het ook bijvoorbeeld dat het nog heel lang duurt of al heel lang duurt voordat we robots in de zorg hebben. Juist omdat die specifieke dingen zoals een relatie met een robot aangaan of een echte verbinding met een robot hebben, een duurzame relatie, dat is niet mogelijk. Nou ja, wat we wel gaan zien de komende tijd natuurlijk, is dat misschien robots zelf niet slim genoeg zijn om jouw spraak te kunnen herkennen of om beeld te kunnen verwerken. Maar dat de robot als het ware een doorgeefluik is. Net zoals bijvoorbeeld jij met je iPhone praat met een server van Apple of met de server van Google. Dus dat zit niet in een robot, maar je communiceert eigenlijk via je scherm met een server. Precies, via je robot communiceer je eigenlijk met een server. Dat is ook niet heel romantisch. Ook niet heel romantisch. Nee. Eigenlijk waren die Furbies al fantastisch. Maar een robot als beste vriend of lover, dat zit er helaas nog niet in. Dit was het lab. Vond je dit nou een leuke video? Dan moet je je hier abonneren. Hier. En wil je meer wetenschap? Klik dan hier.